Hey kijkers, dit is alweer aflevering 2 van Minecraft Survival seizoen 2. Ik heb de vorige keer dit simpele huisje gemaakt in het bed. Ik ga nou voor de eerste keer slapen. Dan is het zo weer lekker dag en dan zijn de monsters weer lekker weg. Als het goed is zit hier nog glas in. Ja. Je hebt er 6 nodig om raam te maken. En dan denk ik dat we nou alle ramen er wel in krijgen. Verder ga ik dit huisje niet uitbreiden. Ja, er moeten nog wat kisten, ga ik er even inzetten. De hout voor 1 kist heb ik hout. Uiteindelijk is mijn doel om een mooi huis te bouwen. En misschien wat kleinere gebouwtjes eromheen. Ik ga niet zoals in de vorige serie hele grote gebouwen maken. Daar heb ik het al een keer over gehad. Vooral mooie dingen. Ik heb eigenlijk geen plannetje voor vandaag. Als eerste denk ik toch heel eventjes stenen gaan halen. Even wat stenen gereedschap maken. Verder wil ik sowieso vandaag wat hout gaan hakken. Tot we meer dingen kunnen maken. Misschien nog een extra kist, al dat handen. Alleen het steen hier. Ik weet ongeveer wanneer ik wat genoeg heb. Ik denk dat ik een 15 of zo neem. En ik denk dat we ook zeker met die andere soorten stenen die je hier ziet wat gaan doen. Dat lijkt me ook wel leuk. Oh, 16 is ook goed. Heb ik denk ik alleen geen sticks genoeg meer. Hakken we nou even gelijk wat hout. Als jullie vragen hebben, stel ze dan gewoon gerust even in de reacties. Ik ben er voor om ze te beantwoorden in dit geval. Als ik het kan, de meeste dingen zou ik ook kunnen beantwoorden. Sommige dingen misschien niet. Heb je dingen die ik moet bouwen? Laat dat ook even weten. Ik heb de vorige keer in de vorige serie had ik een idee wat ik nog niet had uitgevoerd. Om een markt te maken met zombie villetjes. Is misschien een leuke keuze. Maar dat duurt dan echt nog super lang, want daar heb je heel veel goud voor nodig. Als eerste is mijn doel gewoon wat spullen verzamelen, een mooi huisje beginnen met bouwen. Neemt ook een beetje op deze plek blij. Misschien komt er nog een keer een huisje of een pleintje waar de span is. Moet ik zo meteen even kijken. Eerst even gereedschap maken. Zo, dan heb ik wel genoeg. Nee. Ja. Kijk, dat zijn toch alweer 27 sticks. Zo een. Ik heb een upgrade ding. Dat is mooi. Zo een. En ik heb die schoffel heb ik niet gebruikt. Maar die kunnen altijd nog de oven in. Op oude gereedschap. Ik ga ook niet al te veel spullen bewaren. Gewoon puur dingen die ik nodig heb. Heb ik al zaadjes? Ja, 4. Eigenlijk emmen nodig. Maar het is nu nog een beetje te. Zit hier wel water. Neemt ook hier. Gewoon er gelijk even langs het water het netjes gaan zetten. Zo. Nog even wat meer zaadjes verzamelen. Ik hoop alleen vlees, daar kunnen we ook niet echt leven. Ik heb altijd liever gewoon lekker groente, brood. En dat wil ik deze serie ook vuil gaan doen. Lekker met eten bezig zijn. De vorige keer had ik vooral heel veel grote farms. Niet gebruikt. Dit seizoen wil ik meer kleinere farms, maar dan meer ermee doen. Dus niet allemaal van die enorme vlaktes, want daar heb je gewoon niet veel aan. Gewoon lekker compact houden. Lijkt heel diep hier. Dan ga ik nou. Ik heb eigenlijk alles voor wat ik nou wou. Ik ga denk ik de mijn er eens in. Fuck dat. Eerst eens kijken welke weer de spam was. Volgens mij was het hier ergens. Toch? Ik weet eigenlijk niet meer. Als ik hem niet kan vinden, dan ga ik even buiten de opname omzoeken. En anders kan ik ook altijd nog even via de volgende aflevering terugkijken. Hier, konijn.
hier ook. En daar was het niet. Eigenlijk vind ik nog wat bot en de pijl. Eigenlijk vind ik dit een beetje zonde van mijn aflevering. Ik zie jullie zo terug als ik hem gevonden heb. En dan ben ik dan, ik heb hem weer gevonden. Het is aan de andere kant precies, het is precies hier. Even kijken, het liefste zeg ik hem even met, in dit geval, of ja. Gooi er even het stenen pilaartje, gaan we naar andere kinderen kijken. Ik denk dat ik het allemaal hier een beetje compacter houden. Ik vind het tot nu toe een mooie plek. Ik denk dat ik nou maar eerst eens een simpele mijn ga graven. Ik denk dat ik hem gewoon hier naar beneden ga. Dan hoop ik dat we snel kool zullen vinden. Deze stenen die laten we gewoon lekker zitten. Ja, we pakken wat we weg moeten voor het pad en we hebben gelijk kool. We gaan ook zeker dingen met die stenen doen. Maar ik laat ze gewoon zitten, want ja, volgens mij zitten ze overal wel. Volgens mij zijn die niet super zeldzaam. Net als de vorige serie zitten we weer op een steenvlakte. Beginnen we in ieder geval. En even nog één randje en dan beginnen de fakkels toch redelijk nodig te zijn. Alleen even te denken, ik had toen de instelling in de vorige serie. Even kijken. Zachte belichting. Nee, wat was het nou? Wolken wil ik aan. Ik denk dat die dan gewoon nog hetzelfde is. Helderheid, helder, ja. Dus dan zien jullie het ook heel mooi helder. Dus in de nacht is het ook lekker helder. Is het niet van dat hele donkere? Ja, dat kan er wel even uit. Wat fakkeltjes. Zo. Kijk, dit huisje is nou alleen maar even om de spulletjes erop te slaan. Even veilig te kunnen slapen. Meer is het niet voor me. Ik kan wel even alle kolen weghalen. Dat is zonde om te laten zitten. Ik denk dat ik ook zo snel mogelijk ijzeren verpakking kan maken. Dus heel harnas en dingen. Want dat is toch wel even wat veiligheid. Ik wil proberen om zo lang mogelijk niet dood te gaan. Dus daarom heb je dat wel nodig. De vorige aflevering is best redelijk ontvangen. 4 likes, 1 dislike. Ik zet daarom deze keer in voor 5 likes. Ik denk dat het haalbaar moet zijn op mijn kanaal. De meeste hele hoop video's halen de 5 likes wel. Waarom net deze ene dan niet, dat weet ik ook niet. Het kan ook best zijn die, dan moet die, dus dan nou die. Dat het een beetje netjes is. Ik denk dat het ook best kan zijn dat het even ontvangen moet worden weer. 1, 2, 3. En is te hoog. Het is 1 bakje te hoog hier. Dat is het goed, ja, nu klopt hij. Jullie ook even gaan vertellen in deze video onder de reacties dus. Wat voor huis ik moet gaan bouwen? Moet ik iets gaan bouwen met de nieuwe stenen, bijvoorbeeld dit? Moet ik het met hout gaan maken? Volledig van hout? Of met steen alleen? Kijk, dan kan ik het een beetje kijken wat willen jullie, wat wil ik. Ik zelf ben de voorstander meestal van alles wat. Dus steen, de nieuwe stenen en mooi hout. Ik ga ook zeker werken met de nieuwe deuren van 1.8. In de vorige keer heb ik volgens mij 1 aflevering in 1.8 gemaakt en dat was het. Kijk, nu heb ik voorlopig wel even genoeg. Is dat weer nacht? Nee, toch? Nou, ja. Gaat het snel, joh. Hoop dat er nog geen zombies in de buurt zijn. Nee. Wat heb ik voor mijnen, denk ik. Upgrade was het. Even denken. Ik heb eigenlijk al wel zin om nou te beginnen met het huisje, maar dat vind ik nog iets te snel. Kijken welke hoogte zitten we. Oh, dan hebben we nog wel even tot een diamant.
laten nou even de kool laten zitten. Hoeveel heb ik? 24, dat is redelijk. Gaat deze serie toch minder voor de voorraden, meer voor goede spullen. Vorige keer, als ik me goed herinner, had ik echt iets van 7 of 8 kisten vol met steen. Ik heb gisteren tijdens de opnames, dus nu, als ik het opneem, heb ik gisteren, dat was op woensdag, heb ik GTA 5 gekocht op de PlayStation 4. Ik heb hem nog niet heel veel gespeeld, maar ik heb deze, dit is wel een lang weekend, het is nu donderdag. En ik heb nu al weekend. Ik heb dit weekend duurt voor mij 4 dagen, de maandag en de woensdag, of de maandag en de vrijdag ook vrij. Dus dat is wel lekker even. GTA spelen, ik kan, hij is al op. En ik kan voor jullie wat gaan opnemen, of voor mezelf eigenlijk, en voor jullie. Mijn vlees is op. Ik moet dan wel gaan eten, want als ik nou aangevallen word, krijg ik niet hartjes erbij, levens dus. Ga ik even proberen nog eten te regelen. Tel die schapen moet het niet zo'n probleem zijn, ik kan er ook niet rennen. Hier wat? Nee. Dan wordt het misschien wel een schaapje, want hier is het ook nog niet klaar. Kom maar bij het baardje. Zo. We gaan ook mooie dierenfarms maken. Ik denk dat ik er langzaamaan wel aan ga beginnen al. Want ik blijf denk ik toch hier in dit gebied. Heb ik hout? Ja. Ik denk dat ik hier of zo farms ga maken. Niet voor dieren. Maar eerst is de gewassen. Dat wil ik allemaal een beetje gaan organiseren, toch? Even de houwel. Maak ik die nog even op die wachten. Ga ik gelijk nog wat branden. Kijk die branden. Ja, daar komt er niks. Ik moet toch eigenlijk iets even bakken. Klei. Ik kan dat alvast zonder om die kool weg te laten gaan. Dan was het alweer aflevering 2 van Minecraft Survival Seizoen 2. Laat eens even weten wat voor huis ik moet gaan bouwen. Ik denk dat dat de volgende aflevering gaat gebeuren. Die zal ook weer binnen een paar dagen online zijn. En dan zie ik jullie graag dan weer terug. Doe even het blauwe duimpje omhoog. Doei!